Ja, ze komen er nu toch echt aan. De Tweede Kamerverkiezingen. Wekelijks gaan we de straat op met een actueel thema rondom de verkiezingen. Zo ook vandaag. Slechts één week voordat het zover is. Wie verwachten wij dat binnenkort ons land gaat besturen? En als we zelf één dag premier zouden zijn, welke problemen zouden we dan als eerste aanpakken? We vroegen het vanmiddag op de markt inzetten. De verkiezingen zijn volgende week al. Stel je voor, u was minister-president. Wat zou u dan als eerst veranderen? Ja, meer vrije tijd. Maar even serieus, gezondheidszorg, dat vind ik echt op nummer 1 staan. Afgelopen 12 jaar is alles gesloopt door Rutte. En ja, we hopen dat toch een beetje te kunnen herstellen. Dat er meer huizen zijn voor mensen. Beter te kopen en de huizen beter geïsoleerd zijn. In ieder geval in eerste instantie de asielbeleid. En zorgen voor meer woningen voor de Nederlanders. Ik zou beginnen bij het onderwijs. Wat ik als eerste zou doen, dat was dan toch wel iets aan de woningmarkt doen. Daar zou ik het eerste wat aan doen. Dus ik zou de woningcoöperaties een hoop geld geven dat er sneller gebouwd kon worden. Dat is het eerste wat ik zou doen. En wie denkt u dat minister-president gaat worden? Ik hoop Mona Keizer. Van de BBB? Ja, van de BBB. Ja, ik denk dat Pieter Omtzigt het uiteindelijk best wel zou kunnen gaan doen. Maar... zou u daar tevreden mee zijn? Ja, je hoort ook wel dat mensen zeggen van hij kan beter gewoon in de Kamer blijven. En dat denk ik ook wel. Meneer Timmermans. Dat zou u ook, dat is ook wat u hoopt? Ja. Ja, Marijnissen natuurlijk, hè. Ja, dat is zijn eigen club, dus zo gek is dat niet. En wie denkt u dat het wordt? Persoonlijk denk ik dat de dame van de VVD wel eens een goede kansmaker is. En daar zou ik op zich ook vrede mee hebben, hoor. En niet Frans Brusselmans? Nee, alsjeblieft niet die man. Die moet gewoon in de Efteling gaan zitten. Daar past hij beter op zijn plaats.